Hoi allemaal, welkom bij Fem. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je deze nail art op je nagels kunt maken. Het is heel erg makkelijk. Het is eigenlijk kersenbloesem, cherry blossom. En het is een beetje geïnspireerd door de Arizona ijsteeflesjes, als je weet wat ik bedoel. Oftewel een beetje dat lichte turquoise met die kersenbloesem erop. Heel erg leuk. Het is echt heel erg makkelijk. Ik ga jullie gewoon stap voor stap zien hoe je het maakt. Dus kijk snel mee. Ik heb eerst mijn nagels gelakt met een licht turquoise kleur. Dit is de kleur Sugar Apple van Berry M. Laat hem even goed drogen en dan kun je verder. Vervolgens gebruik ik een zwarte nagellak. Hij moet goed gepigmenteerd zijn. En hiermee ga ik de takjes tekenen. Ik doe wat van de nagellak op aluminiumfolie. Vervolgens pak ik een dun kwastje. En die doop ik eventjes in de nagellak. En dan kun je de takjes gaan tekenen. Ik wissel het een beetje af. Ik begin de ene keer links, ik begin de andere keer rechts. Het is leuk als je een beetje afwisselt en er nog wat andere takjes bij maakt. Maak er wat leuks van. Probeer wel wat afstand tussen de takjes te houden, want er moeten zometeen nog bloemetjes bij en het wordt snel vol. Nou, natuurlijk doe ik dat ook even op de andere nagels, hier nog eventjes versneld. En dan is het tijd voor de bloemetjes. Ik gebruik een roze nagellak, deze is van Models Own in de kleur Pink Veneer. En ik ga allemaal stipjes zetten. Ik doe ongeveer 3 à 4 stipjes per bloemetje en dat doe ik met een dotting tool, met de kleine kant. Het is misschien een beetje proppen, dus probeer de stipjes strategisch te plaatsen. Daarna pak ik een iets donkerdere roze lak. Dit is de kleur Dragon Fruit, ook van Berry M. En daarmee ga ik een hartje in de stipjes zetten. En dit vormt eigenlijk het hartje van het bloemetje. Het hoeft allemaal niet heel precies, maar zorg een beetje dat hij in het midden van de andere stipjes zit. Zoals altijd doe ik er nog wat topcoat overheen. Dit is mijn favoriet Sally Hansen Insta-Dry. Zorg ervoor dat je niet te vaak over dezelfde plek heen gaat, want dan kan je nail art uitlopen, dus lak voorzichtig. Tada! En je nail art is klaar. Super simpel toch? Dit was de tutorial. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je deze nail art na gaat maken, laat het dan even weten via Instagram. Je kunt me taggen via @pinkypolish en dan ga ik al jullie ontwerpjes en varianten ga ik zien. En ik ga het zeker in de gaten houden. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet dit kanaal te abonneren. En tot de volgende keer. Doei! Een aantal tips en tricks voor een eerste date. Dus mocht jij binnenkort een afspraak hebben.